leuk is dat, hè? Weet je, als ik zelf thuis iets met chocolade doe, of op de achtergrond in de bakery of zo, en ik moet melkchocolade hebben, dan ga ik dat helemaal niet kopen. Als ik wit heb en bruin heb, dan meng ik dat gewoon. En zo kun je dat thuis ook doen natuurlijk, hè? En ook een beetje, als er een paar goede cacaoboterkristallen in zitten, dan vermenigvuldigen die zich heel snel. En gaan de andere cacaoboterkristallen echt erbij pakken. Van kom erbij, dat is net een Polonaise, weet je wel. Ook al heb je geen zin, uiteindelijk ga je mee, hè. Dat gebeurt dus ook met die cacaoboterkristallen. Ik nam in mijn schoolperiode bestellingen aan bij het leven. Vooral bestellingen van dingen die ik helemaal niet wist hoe je ze moest maken. Want dat was oefenmateriaal, weet je wel. Ik denk, mensen die een jonge scholier bellen om een taart te maken, die hebben niet zoveel eisen, want anders bellen ze wel een gereputeerde pakketbakker. En zo heb ik kunnen oefenen bij het leven. Ja, mijn ouders zaten natuurlijk altijd met de rommel.